Hey, mijn naam is Marco Bijtje. Ik ben opgegroeid in een racistisch dorpje. En ik noem het even expres zo, want ik herinner me nog, ik voetbalde bij Herovina, een leuke voetbalclub. En daar was er een jongen die zegt van, hey, Bosnië, ligt dat in Afrika? Ik dacht, hè? Het is een Zuidoost-Europees land. Weet je dat niet? En mijn ouders waren ook heel erg verbaasd in dat dorp. En daar gingen we integreren, zeg maar, in Nederland. En hoe mijn ouders dat heel goed deden, was door geen satelliet-tv te nemen van bijvoorbeeld Bosnische kanalen, maar echt door Nederlandse televisie ook te behouden. Dus dat is een tip aan iedereen die wil integreren in Nederland, die van een ander land komt. Omring jezelf met Nederlandse televisie in ieder geval. Dan wen je aan die mentaliteit. Anders blijf je je buitenbeentje voelen. Dus zo kwamen mijn ouders ook in gesprek met verschillende buren. En die wisten heel weinig van Bosnië. Sommigen wisten iets ervan af, omdat daar ook recent natuurlijk een oorlog was geweest. 1993 tot 1997. Misschien 1992 tot 1997. Uit mijn hoofd. En in dat dorpje herinner ik me nog een scène. Dat tegen mij werd gezegd, ga terug naar je eigen land. Maar ook dat mensen soms gewoon met me wilden vechten. Een buurjongen, Perry, die had dan bokshandschoenen. En dan was het zo van, want ik ben een buitenbeentje, maar kijk maar hoe licht mijn huidskleur is. Dat is toch wel heel grappig dat, hoe heet dat? Mensen mij alsnog zagen als een buitenbeentje. Dus hierdoor heb ik ook begrepen dat als je een donkerdere huidskleur hebt dan ik, en er echt heel anders uitziet dan de gemiddelde Nederlander, zou je van mij niet altijd zeggen, begrijp ik zeker dat je het veel zwaarder had dan ik. Mijn zus die werd allereerst, ze is 4 jaar ouder dan ik, veel gepest. Ze heet Jelena. Onze achternaam is Bajic. Dus omdat ze een andere naam had dan andere kinderen, was dat zo gegaan. En ja, die mensen die zagen dat ik haar broertje was, dus ze zeiden tegen mij ook, ga terug naar je eigen land. Dus op een gegeven moment was ik aan het boksen met die Perry. En ik was niet in elkaar geslagen, gelukkig. Ik kon mezelf verdedigen. Maar ik herinner me nog dat een jongen mij aan het pesten was. En gewoon wegens, gewoon omdat ik gewoon anders was. Dus ik geloof dat discriminatie op allerlei manieren plaatsvindt. En zeker omdat ik het bewijs ben van, je kan eruit zien als een Nederlander, maar als je anders wordt gezien, word je gewoon anders gezien. Klaar, dan word je gewoon aangepakt. Licht huidskleur, donker huidskleur. Dus op een gegeven moment kwam die Surinamer uit zijn huis en die ging mij verdedigen. Het leek alsof die gast begreep hoe het is om anders te zijn, omdat hij donker huidskleur heeft. Een mens van kleur is. Hij begreep het, daarom wilde hij opkomen voor mij. Maar ik herinner het me zo goed en ik was wel heel dankbaar, want ik was echt wel bang voor die pestkop. Dat was een best wel lange gast. Het waren 3 broers en het waren geen liefertjes, zeg maar. En ja, zo ben ik een beetje opgegroeid in Herwijnen. En toen kwamen die 2 Thaise jongens op de basisschool. En toen vond ik ze best wel interessant en gaaf. Moet je nagaan, 2 Thaise jongens. Er waren nog tweelingbroer. En iedereen ging raar naar ze kijken. Ik ook, maar ik vond ze vooral interessant. Ik ben heel nieuwsgierig. Op een gegeven moment, ja, begon ze gewoon te groeten en aardig te doen. En toen zei een van de jongens waarmee ik bevriend was op die basisschool, verrader. Dus omdat ik eindelijk mijn streep had verdiend als witte, ik noem mezelf een Bosnische blanke buitenlander, mijn streep had verdiend bij mijn vrienden, waarvan sommigen racistisch gedrag vertonen, logisch, want in het dorpje, als er niet veel diverse mensen zijn, is dat gewoon een logisch gevolg. En zoals je ook in groepjes waar echt buitenlanders zijn, zij zich ook anders kunnen gedragen dan Nederlanders. Ik zeg niet alles en iedereen, hè, maar dat kan gewoon gebeuren. Er zijn kudde mensen. Dus ik had mijn strepen verdiend. En hij zegt, ik ben een verrader omdat ik met die 2 Thaise jongens, zoals dat getinte huidskleur, begon om te gaan. Hoe zou jij je voelen? Je hebt eindelijk respect van iemand gekregen en die zegt, je bent een verrader omdat je omgaat met mensen die hij niet mag, wegens dingen waar zij niks aan kunnen doen, zoals hun afkomst of de kleur van hun huid. Dat zijn een aantal dingen die ik heb meegemaakt. Ik bestempel dingen soms wel heel erg. Van racistisch dorpje en ik benoem afkomsten en zo, weet je. Maar dat doe ik omdat dat er ook is, omdat mensen dat ook zien. Ik ben niet iemand, ik zeg niet, er is geen kleur. Sommige mensen zeggen dat kleur bestaat wel. Maakt niet uit waar je vandaan komt, maakt wel uit waar je vandaan komt. Als ik zeg ik ben een Duitser, ga je anders over mij denken dan als ik zeg ik ben een Bosnier. Dan als ik zeg ik ben een Rus. Of een Nederlander of een Belg. Dus blijkbaar maakt het wel uit waar je vandaan komt. En de geschiedenis is interessant om te onderzoeken. Want daar ontdek je dat het gewoon keiharde oorlogen werden gevoerd.
om de grenzen te hebben die we vandaag de dag hebben. Om een beetje vrede te hebben, maar ook een beetje oorlog te voorkomen. Grenzen zorgen ook weer voor oorlog, maar zijn eigenlijk bedoeld om de vrede te behouden. En ieder hun eigen plekje te geven. En nu wordt er in de wereld niet aan iedereen natuurlijk eigen plekje gegeven. En dat maakt het ook weer heel lastig. Maar dat is iets voor een andere video. Waar ben jij opgegroeid? En heb je ook discriminatie of racisme ervaren? Laat het me weten in de reacties.